Bereid je voor op een spannende twist. Aanvankelijk geloofde iedereen dat het onmogelijk zou zijn om Simanski langer dan één seizoen vast te houden. Als je geen Feyenoord nieuws uit de eerste hand wilt missen, abonneer je dan nu op dit kanaal, want we zijn altijd op zoek naar het laatste Feyenoord nieuws en hier ben je altijd op de hoogte van alles. En vergeet niet je like achter te laten. Deze getalenteerde Poolse middenvelder behoort tot de machtige Dynamo Moskou en Feyenoord zou alleen een kans maken als ze de koopoptie van 10 miljoen euro betaalden. Het verhaal nam echter een onverwachte wending toen de FIFA de regels voor spelers die in Rusland en Oekraïne spelen uitbreidde, waardoor de deur werd geopend voor een nieuwe huuroverdracht. Nu rest nog de vraag, blijft Simanski nog een jaar of wordt hij vast aangenomen? De ochtendkrant houdt de spanning erin, maar de kansen zijn groot, met alle tekenen die wijzen op een vrijwel zeker verblijf. Het gerucht gaat dat de getalenteerde aanvallende middenvelder al een persoonlijke deal heeft gesloten met Feyenoord, wat de verwachting nog verder aanwakkert. Ondertussen leek de van RSC Anderlecht gehuurde Welleroyter aanvankelijk een nieuwe club op het oog te hebben. Feyenoord is volgens 1908 Feyenoord echter vastbesloten om de koopoptie in hun contract te activeren. Verrassend genoeg heeft Welleroyter de wens uitgesproken om in de kuip te blijven en heeft de Schalke 04 en andere Europese clubs al in de wacht gezet, zoals onthuld door de fansite. Deze gang van zaken roept ook een intrigerende conclusie op: Etienne Fase komt niet naar Rotterdam. Het lijkt erop dat de laatst beschikbare plek bij RKC bijna gegarandeerd is voor Vitesse, al wordt er wel gezegd dat hij bij PSV in aanmerking komt voor Walter Benite. Welle Reuter heeft met zijn schitterende optredens tegen Ajax in een spannende 2-3 zegen en Sparta 1-3 zegen al laten zien wat hij waard is op het veld. Met indrukwekkende periodes bij onder meer Willem II werd hij een belangrijk onderdeel van het feyenoord team, waardoor fans in extase raakten met zijn uitzonderlijke prestatie. Maar, feyenoord supporter. Moeten Simanski en Welleroyter volgens jou bij Feyenoord blijven of niet? Wat is jouw mening? Zet het in de comments, het is heel belangrijk voor ons Feyenoord. Blijf op de hoogte, want ik update je op elk moment met het laatste Feyenoord nieuws. Bereid je voor op nog meer spannende momenten.